Geef hem een groot applaus, hier is Jody Beno! Daar is hij dan weer. Jody, wat goed dat je er bent. Ja, te gek. Ik heb er veel zin in. Ik kan me voorstellen dat het wel gek is, want één moment denk je dat je eruit ligt en dan sta je weer hier. Hoe voelt dat nu? Ja, ik vind het wel heel erg spannend en ik vind het te gek. Ik ben hartstikke blij dat ik de wildcard heb gekregen en dat ik nog een kans heb om naar de finale te gaan. Dus dat is alleen maar te gek. Ik zou zeggen, laat ze gewoon lekker een poepje ruiken. Succes! Ja. Jody Bernal, mucho éxito, zie ik hier staan op een spanbord. Ik weet niet wat dat betekent, maar jij zal dat vast wel weten. Tjonge jonge zeg. Voor je gevoel, hoe ging die? Ja, ging lekker. Ik was wel heel erg zenuwachtig. Maar ja, het ging hartstikke goed. En ik ben zo blij dat ik hier mocht staan. Dus te gek. Ja, wij zijn ook hartstikke blij dat jij hier staat. Ik vind het zonde, als je zo'n mooie zwembroek hebt, dat je dan die badjas weer uit doet. Toch of niet dan? Ze hebben er zoveel werk aan gehad. Oh, je hebt het koud. Nou, iedereen staat hier gewoon helemaal, gewoon bijna op te blazen. Maar dat maakt niet uit. Ja, kijk Frans, jullie hebben natuurlijk eerst eigenlijk als het ware Jody naar huis gestuurd. En toen een wildcard gegeven. Een nieuwe kans. En hoe heeft hij dit gedaan? Ja Fransje. Ja, Jody. Je was pist op de jury. En teleurgesteld dat je natuurlijk niet doorging. En dat is ook de enige goede reactie voor iemand die bij de beste wil horen. Zo is dat. En waarschijnlijk ben je zo erg getriggerd geraakt. Je maakt nu een sprong op de ene hoogste met heel veel salto's en een landing die spectaculair is. Ik heb de slow motion niet gezien. Waanzinnig goed. Eerlijk waar. Ja, en Quintus, wat vond jij ervan? Vandaag in de halve finale ga ik letten op de mentaliteit van de springers. En dat is waarop ik heb gelet. Je hebt geklaagd over de jury. Ik kan me voorstellen, ik bedoel, als ik ook mijn best heb gedaan en ik word eruit gezet, zal ik ook boos worden. Zo ben ik, geloof me. Ja, ik was groot teleurgesteld. Je wilt gewoon doorgaan en dat is mijn mentaliteit. Je wilt het beste eruit halen. En dat heb je bewezen. Je hebt een mentaliteit van een doorzetter. Je hebt de mentaliteit van een winnaar. En je hebt de mentaliteit van een succesvolle jongen. Jody, je bent die wildcard waardig. En je bent twee keer zo sterk teruggekomen. Ja, en net zoals jij zegt, Jody, je wil het beste eruit halen. Nou, dat kan natuurlijk altijd nog na de uitzending. Maar in ieder geval, we willen wel graag de punten hebben, Quintus, als dat kan. Jody, je hebt een fantastische sprong gedaan. Je krijgt van mij een 10. Frans. Ik ben ook nu eerlijk en ik geef je een hele dikke 9. Ja, en dan ons echte schoonspringkoningin Daphne Jongejans. Wat mag deze meneer krijgen van jou? Nou, ik zie dat Quintus en Frans je sprong heel erg hebben gewaardeerd. En ik hoop dat het publiek thuis dat ook doet. Want wat mij betreft zit je in die finale met een 10. Hoho! Ja, Jody. Zo. Dat heet een comeback. Zo! Ja, dat is te gek. Top! Ja, en een 9. Geer heeft het helemaal bewezen. Ja, en mooie sprong ook. Het was de eerste sprong. Ja, en je staat meteen op een 9,7. Hoe fantastisch.